Lisanne, heb je wel een keer huilend aan de telefoon bij Wouter gehangen? Niet dat ik weet. Nee, volgens mij niet. Had je ook het gevoel, wat Brechtje net zei, dat er mensen over je schouders meekijken? Nou, dit is je eerste libretto ook, hè? Ja, zeker. Ja. En ik ben ook helemaal niet thuis binnen de operawereld eigenlijk. Dus toen ik deze opdracht kreeg, heb ik voornamelijk eerst bijna sceptisch tegen mensen gezegd, ja, ik ben nu eens een libretto aan het schrijven. Gewoon ook eigenlijk om het maar vaak genoeg te zeggen, om mezelf ervan overtuigen. Ja. Heb je nog gekeken naar andere opera's als voorbeeld? Nee, eigenlijk heel weinig. Nee. Heel onbevangen in. Ik ben er inderdaad heel onbevangen in gegaan, ja. Ja, en dan was het libretto daar, de muziek was er. Ja. Kwam weer terug naar jou, Warren. En toen ging het casten. Je hebt de Dival genoemd, de Boer is genoemd. Maar de Koe, die moest ook gecast worden. Ja. En ze zit bij ons aan tafel. Zeker. Marlijn Runia. Hoe was dat om als koe gecast te worden? Nou, dat zo ging natuurlijk niet helemaal. Want je was al meteen. Het was al duidelijk dat ik mee zou doen. Okay. Maar het was nog niet duidelijk wat ik zou zingen. Dus of de dief of de koe zou zingen. En mm-hmm. tijdens de auditie had ik een paar spelopdrachten. Maar ik had natuurlijk al meteen bedacht. Wat voor spelopdrachten? Nou, ik had een aria meegenomen en de vraag was, kan je dat dan nu als een soort met een koe-achtige vibe yeah. doen en met meer een soort scheming-achtige intentie. Scheming. Ja, als dief. Oh ja, zeggen. Ja, met die. En toen dacht ik, ja, maar wie wil er dan geen koe spelen? Dus ik dacht, daar moet ik op inzetten. En toen ging dat allemaal door. En maar ja, toen bleef het heel lang onduidelijk wat ik nou, zeg maar, of Letitia of ik nou, zeg maar, wie wat mm-hmm. zou zingen. En ik heb in de tussentijd Warren nog een paar keer gezien, dus ik zei, ik wil echt heel graag die koe. Dus het was echt. Maar hij, nou goed, dus. Tijdje waar je ook mee de dief. Heb, ja, maar ik heb er wel, uiteindelijk ben ik wel heel blij met die koe. Ja, wanneer speel je nou een koe in je leven? Ja. Ja, nee, dat zijn memorabele momenten. Dora Kies, je bent een van de instrumentalisten uit het ensemble. Over wat voor ensemble hebben we het dan? Waar heeft Brechtje voor geschreven? Ja, we hebben een heel apart instrumentatie. Dat bestaat van drums. Een hele percussieset, niet alleen maar drumstel, maar ook vibrafoon. En een paar effecten. Dan elektrisch gitaar. Ik speel op de iwi, dat is een elektronisch blaasinstrument, maar ook blokfluit. Een iwi lijkt een beetje op een sopraansax, maar dan. Ja, met allemaal gekke knoppen erop. Okay. Ja, en ook. Ik doe deze volgorde, want we hebben een beetje een wereld van elektronische instrumenten en een wereld van oude instrumenten. En ik zit precies in het midden met de iwi en dan ook met de blokfluit. Ja. En daarnaast hebben we nog clavicymbal en viola da gamba. Dus echt twee werelden, die werelden van de 17e eeuw als het ware. Precies. Brero heel dichtbij halen. Ja, ja. En de 21e eeuw, een nieuwe opera, precies. Een nieuwe rollen, een zingende koe. Dus je hebt echt gewoon het beste van twee werelden in die compositie. Ja, dat ook. Ja, had je ook eigenlijk meer dan een uitvoerende rol in het proces? Was je ook echt betrokken bij het vormgeven van de muziek nog iets meer dan alleen de noten spelen? Nou, misschien een beetje. Ik ken in ieder geval Brechtje voor een lange tijd. We mm-hmm. spelen samen in een band voor 2-3 jaar lang. Mm-hmm. En we zijn ook vrienden. Ja. En, dus je kon een redelijke rol aan jezelf laten inschrijven? Ja, misschien een beetje. Maar ook in ieder geval spreek ik heel regelmatig met Brechtje mee. Ja. En in januari waren we samen op vakantie geweest. En toen was Brechtje heel bezig met het proces van hoe moet ik het schrijven. Dus ik ben blij dat ze vroeg mijn mening ook over hoe de muziek voor deze opera gaat. Ja. Is het bij jou ook gebeurd, Marlijn? Betrokken bij het invullen van die rol? Niet zozeer bij de invulling van de rol, ook omdat het. Mm-hmm. Maar ik ben bij haar langs geweest en heb op dezelfde manier koffie gekregen. Hm. En, authentieke, ambachtelijke, eeuwenoude koffie gekregen. Ja. En toen hebben we alle melodielijnen die ze geschreven had, hebben we doorgenomen. En toen hebben we daar een beetje zo mee zitten kijken van, misschien moet dit net anders. Maar dat ging met name over ligging, of dat ze wilde weten van, ja, ik heb dit in mijn hoofd, maar kan dat überhaupt? Of hoe zie jij dat? Dus dat eigenlijk. En dat is wel heel leuk, want dat gebeurt niet zo heel vaak. Nee, het is echt een work in progress. Zijn nog steeds mee bezig eigenlijk? Wordt er nog steeds heen en weer gesproken, gepingpongd over de muzikale invulling, de woorden van het libretto, dat ze nog iets beter moeten, anders moeten klinken of zo? Nee, mijn taak zit er momenteel wel echt helemaal op, ja.
En jij, Barre? Ik bedoel, jij krijgt natuurlijk allemaal terug, je zit er middenin. Ja, dus nu is het... De partituur is nu week af. Ja. Dus ik ben nu ben ik echt aan de beurt. Ja. En dat, dat gaat eigenlijk door tot de première, moet ik het een beetje in het proces leiden. Ja. En er zullen misschien nog wel momenten zijn, bedoel, gelukkig leven onze componisten, librettisten, zullen vast nog wel, voorspel ik, momenten zijn dat ze iets zullen willen aanpassen. Dus, en wie weet, blijkt ook wel uit als we het op het podium staan, dat er toch dingen net anders moeten. Maar in principe zit ik nu vooral midden in de, met de vormgever, midden in de... in het proces. Je hebt het teruggekregen. De opdracht is uitgegeven. Lisanne heeft het libretto geschreven. Brechtje de muziek. Het is dus bij jou teruggekomen. Ja. Maar ik weet dat je ook een achtergrond hebt als componist. Je hebt ook compositie gestudeerd. Klopt. Hoe kijk je dan naar dat product dat dan weer jouw kant op komt? Nee, ik weet niet of ik denk niet dat ik er heel anders naar kijk. Ik ben er niet heel erg met een componistenbril naar aan het kijken. Ik heb eigenlijk nooit überhaupt nog niet over nagedacht, maar ik heb helemaal nog geen moment. Überhaupt toen wij bezig waren, we hebben ook heel erg samen aan het libretto geschreven. Ik bedoel, het is helemaal haar libretto, maar we hebben wel veel gepraat. En ik heb eigenlijk nooit in dat proces gedacht van, oh ja, wat voor muziek zou ik hier nou bij schrijven? En nu denk ik eigenlijk ook niet van, oh, ik zou eigenlijk naar een andere noot hebben geschreven. Dat denk ik helemaal niet. Je kan heel goed schakelen. Ja, dus ik heb het gewoon uitgeschakeld en ik kijk wel, ik bedoel, de muziek is natuurlijk wel van belang voor mij als regisseur, omdat het gewoon een heel groot deel van het totale kunstwerk is. Dus het is wel, ik ben er wel mee bezig, maar niet op een soort kritische manier dat ik denk dat het had anders gemoeten. En ik vind de muziek ook gewoon, ik bedoel, ik heb het nog niet helemaal gehoord. Ik heb ook heel erg goed tot nu toe wat ik tot nu toe heb gehoord en gelezen, dus dan zal het waarschijnlijk ook dat kritische stemmetje wat minder zijn daardoor. Over schakelen en kritisch kijken naar dingen, dat gaan we nu doen. Sabine, we hebben al gezien, die was op bezoek bij Brechtje. En jullie gaan met haar, ja, we noemen het tinderen. Dus wat interessante keuzes om even voor te leggen aan de hand van mooie plaatjes.